jongens, what the fuck? Wat een weer vandaag. Ik ben bijna dood gegaan. Hey jongen, welkom bij weer een nieuwe vlogboek. Vandaag gaan we het hebben over wat de fuck er allemaal gebeurd is vandaag. Zo fucking veel wind. Nee, maar even serieus, wat een weer. Ik vond het best wel grappig eigenlijk allemaal, maar ik was aan het werk en toen zijn er wat dingen gebeurd. In Nederland stormt het natuurlijk niet vaak zo heftig en daarom dacht ik van, hé, misschien is het leuk om daar een vlogboek over te maken. Ik was aan het werk in Hilversum en daar waaide het best wel pittig hard. En tijdens dat ik bezig was, ik dacht van, vandaag ga ik maar niet zoveel foto's maken. Dus ik bleef binnen en dat was maar goed ook. Namelijk het dak van ons filiaal, ja, is er afgewaaid. Het kwam echt met geweld. Ik was gewoon lekker bezig op mijn computer met wat dingetjes op internet aan het zetten. En ineens hoor ik... Hoe moet ik dit gaan uitleggen trouwens? En ineens hoorde ik een vet harde windstoot en ik denk, oh, what the fuck, ik ga even kijken. Dus ik sta op, loop even lekker naar het raam en ineens... Ik zie zo dat hele dak gewoon naar beneden flikkeren, gek. Boven mij was nog een etage. En terwijl de helft naar beneden vloog, vloog er één ding vol naar boven. Kling zo vol dat raam doorheen. Ik had echt geluk gehad, want 5 minuten geleden stond ik daar. Natuurlijk zijn er ook andere dingen gebeurd. En er is een hele montage van gemaakt. Die hebben jullie allemaal gezien, dus daar ga ik jullie niet mee lastigvallen. Maar dat die mensen werden weggewaaid, dat vond ik eigenlijk wel grappig. En dat hoorde ik eigenlijk niet heel grappig te vinden. Eigenlijk had ik best wel graag naar buiten willen gaan. Ben ik blij dat ik het achteraf niet heb gedaan. Want er zijn ook serieus gewonden gevallen. En dat vind ik echt wel heel heftig. Dus ik probeer daar geen grapjes naar uit te halen. Dat moet je wel even begrijpen. Maar holy shit, wat was het heftig. Iedereen maakte er een beetje grapjes over. Huh, code oranje, code geel. Het is elke week code geel of oranje. En nu is het gewoon code rood. What the fuck. Ik vond het best wel gaaf om mee te maken. Want dit soort stormen komen natuurlijk niet altijd voorbij. Maar ja, ik had wel naar buiten willen gaan, want dan had ik net zoals in die filmpjes, zeg maar, zo tegen de wind in kunnen gaan hangen. Want dat lijkt me altijd heel vet, of juist meespringen met de wind. Ja, het was heftig. En ik ben wel benieuwd of jij nog wat vets had meegemaakt. Ik heb nog wel een leuke video gemaakt net, die gooi ik aan het einde. Dus ja, ik denk dat jullie dat wel grappig vinden. Laten we hopen dat het even wat beter weer wordt, want anders emigreer ik echt wel weer terug naar Curaçao. Ja, dat was een hele korte vlogboek. Maar er komen leuke dingen aan. Ik heb een hele waslijst vol video-ideeën. Helaas heb ik vandaag niet zoveel tijd, maar toch wil ik deze grind volhouden. Ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud. Abonneer natuurlijk ook op mijn kanaal. Ik vind het leuk om te zien dat er een groei is en dat jullie ook kijken naar mijn video's. En daarom zou je ook een blauw duimpje omhoog moeten doen. Want dat geeft mij weer inspiratie om deze grind gewoon vol te houden. Dus ja, ik vind deze setting trouwens wel leuk. Jongens, wat vinden jullie van de achtergrond zo? Vertel het me. Heb jij nog wat geks meegemaakt vandaag of iets leuks om te delen? Zet het even in de reacties, want daar ben ik wel benieuwd naar. En toen was ik in één keer gestopt met recorden, terwijl ik eigenlijk nog helemaal niet doei had gezegd. Dus bij deze later.